IceWorld is een bedrijf dat zich bezighoudt met ijsbanen in de winterperiode. En in de beginjaren was het in de zomerperiode ongelooflijk rustig. En toen zat ik in Basel bij de beurs en ik zag daar een aantal kindertjes spelen in een fontein die er niet voor gemaakt was. Lampen onder het water, kabels onder het water, die klommen over het randje heen. En denk ik, wat stom, waarom maken we niet een fontein waar je echt iets mee kunt? En toen heb ik op de achterkant van een placemat zitten schetsen. En die schets hebben we in onze fabriek in hout nagemaakt. Echt nep nagemaakt. En daar is het mee begonnen. De kreet is: play with water and try to stay dry. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Als je dat in je hoofd houdt, hebben we spelletjes ontwikkeld. Bijvoorbeeld de gevangenis, waar je opgesloten wordt door water. En waar je maar één moment krijgt om te ontsnappen. En als je dat niet doet, dan word je drijfnat. Of een doolhof, een labyrinth waar je tussendoor loopt. Waar je droog kunt blijven als je het slim doet. Dus het leuke is dat je in de zomer en in de winter, in de zomer mag je natuurlijk nat worden, maar in de winter wil je dat niet, is die playfountain erg actief. Er zijn een aantal markten. De markt waar wij ons op gericht hebben is de markt waar de ijsbanen liggen, dat zijn de stadscentra. Omdat het ongelooflijk mooie voordelen heeft voor de business, de winkelcentra die het toch moeilijk hebben. Het genereert ongelooflijk veel publiek. Recreatieparken, bungalowparken, attractieparken. En het mooie is, het systeem is mobiel. Je kunt hem vast gebruiken, maar je kunt hem ook op een andere plek zetten. Als je in een recreatiepark of in een bungalowpark de playfountain op deze plek zet, bij de horeca bijvoorbeeld, waar mensen op een groot terras eromheen zitten, is dat heel goed voor de business. Maar in een andere periode van het jaar, bijvoorbeeld in de winter, zeg je ja, dat terras is er niet, ik zet het nou meer bij de bungalows, zodat de kinderen dan op een andere manier mee kunnen spelen. En het verplaatsen van de playfountain, dat is maar een kleine dag werk. Met twee man zet je het ding om van de ene plek naar de andere plek. Je hebt te maken met water. Je hebt te maken met kinderen. Je hebt te maken met elektriciteit. Je hebt te maken met veiligheden, zoals speeltuinveiligheid, slippen, uitglijden, bacteriën, verzin het maar. En we hebben een systeem ontwikkeld waar we de waterkwaliteit met waterstofperoxide volledig onder controle hebben. Eigenlijk het water wordt volledig gerecirculeerd. Onder de vloer zit een bak water van 20, 30 kubieke meter. Dat wordt gerecirculeerd via een filter. En er wordt constant gemeten wat de hoeveelheid waterstofperoxide is. En dat is om het te ontsmetten. Dat constant meten is heel belangrijk, want ik wil niet hebben dat ook maar iemand een risico loopt. Dus het hele systeem is erop beveiligd. Als er iets niet klopt, gaat hij vanzelf uit. Technisch heeft het flink wat voet in de aarde. Je moet je voorstellen, je hebt 1000 pompjes. Omdat het in het water zit, moeten ze 12 volt zijn. Maar ze hebben allemaal 2 ampère. Ze gebruiken allemaal 2 ampère als ze vol draaien. Als alles aangaat, en dat gebeurt bij sensationele momenten, dan heb je een ongelofelijke stroomloop. En die is zo dik als een rioolpijp. En dat kan niet. Dat lukt niet. Dus hebben wij iets heel moois uitgevonden. We noemen dat de powerpack, waar we energie kunnen opslaan. Dus een soort accu. En die zit onder elk tableau met 32 pompjes. En dat betekent dat je pieken afvangt en dat je met een gewoon stopcontact waar jij je schemerlamp op hebt draaien, dat je daar de hele playfountain kunt laten draaien. En dat is uniek en onvoorstelbaar leuk en dat is ook gepatenteerd. Het leuke is, je hoort de spanning van de kinderen, je hoort de opgewondenheid. Het is fantastisch om te zien hoeveel plezier de kinderen hebben. Dat is toch waar het om gaat. Gewoon de lol van de kinderen. En het effect daarvan is dat de ouders blij zijn. En het effect daarvan is dat de winkels blij zijn. En het effect daarvan is dat men aan de kassa van het pretcentrum of aan de kassa van het bungalowpark ook blij is. Alleen maar omdat de kinderen blij zijn op de playfountain.